Wij zijn kwekerij firma Pea en Van Os. We hebben allerlei soorten potplanten, potranonkels, geraniums, spatiocyclame, ook nog wat kerststerren. Het is een kwekerij van 43.000 meter. Er wordt dus vrij intensief geteeld. Dus we zitten nu tegen de 5 miljoen planten aan per jaar. Vandaar hebben we nu gekozen voor een robot bij de oppompmachine. Zodat de mensen toch iets minder belast worden het hele jaar door. Wij hebben gekozen voor de kapoppotter. Wij willen alle mensen altijd bij elkaar laten werken, zodat ze kunnen zien wat ze met elkaar wat ze doen. Of de machine, als de machine moet stoppen, kan er zo eentje roepen van joh, zet de machine uit. Of niet, of laat hem doorgaan. Je kan zien wat er gebeurt. Dus hierdoor hebben we de mogelijkheid gekregen om alles op een plateau te zetten. De robot en de oppotmachine bij elkaar. We kunnen nu altijd, elke kap in de kwekerij kunnen we oppotten. Waar we ook staan, dat maakt niet uit. We rijden gewoon met de heftruck, de robot en de oppotmachine naar de kap die leeg is. We zetten de banden neer en we kunnen gelijk gaan draaien. Dat werkt perfect.